van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met één gast. En dat is Hans Beenhakker, de burgemeester van de gemeente Tiel. Hans, van harte welkom. Ja, dankjewel. We hebben een aantal mooie weken achter de rug als het gaat om de gemeente Tiel. Hè? Appelpop, fruitcorso. Is het allemaal goed verlopen? Super, ja, het is heel goed verlopen. Het is natuurlijk altijd weer een hele klus, hè? Ook qua veiligheid om het allemaal goed georganiseerd te krijgen. Zowel vanuit de organisaties als de gemeente, hulpdiensten. Het is gelukkig allemaal heel goed gelopen. Maar ja, ik ben vooral super trots natuurlijk op al die vrijwilligers. Ik was hier met de commissaris van de Koning bij de Appelpop, gedeputeerden en kamerleden bij het fruitcorso. En ja, die zijn dol enthousiast. En die zeggen dan, en dan zeg ik, ja, het is georganiseerd door vrijwilligers. En dan staan ze je eigenlijk stom verbaasd aan te kijken. Waar een relatief kleine stad groot in kan zijn, mag je het zo stellen? Absoluut. Kijk, Appelpop Corso is denk ik, als je het bij elkaar optelt, is altijd natuurlijk lastig. Maar zeker wel denk ik zo'n 1000 vrijwilligers, alleen al in onze stad. En dan natuurlijk nog duizenden vrijwilligers voor het corso buiten de stad. Hè, die, dorpen die allemaal wagens bouwen. Ja, dat blijft toch wel heel bijzonder. En dan heb ik altijd weer zoiets van, we hebben het altijd over gebreken aan samenhang in de samenleving. Hè, individualisering, problematiek die besproken wordt, speelt natuurlijk ook. Maar als ik zie hoeveel saamhorigheid er dan en kracht bij in de samenleving zit om dit te organiseren, ja, dan ben ik wel echt trots. Ja, het piept en het kraakt wel bij die organisaties. Hè? Het gaat uiteindelijk om de centjes. Klopt. Zo'n appelpop ook. Fruitcorso heeft het al een hele moeilijke periode gehad en nog eigenlijk. Mm. Met die waalkade, een hoop gemor in de maatschappij. Het zou een ton meer kosten. En dat moet dan afgewend worden op appelpop. Dat is ook niet helemaal eerlijk. Om een lang verhaal kort te maken, kunnen we dit wel in stand houden als stad? Nou, ik ga ervan uit dat dat zeker moet kunnen. Over die ton van die waalkade hebben wij zelf betaald, die extra kosten die het met zich meebrengt. Als het gaat over de toekomst van de evenementen. Ja, ik denk dat het hele evenement, belangrijke evenementen zijn voor Tiel. En gelukkig zijn zij zelf ook heel erg bezig met de toekomst, allebei. Hoe krijgen ze het gefinancierd naar de toekomst toe? Nou, Appelpop heeft een goed jaar gedraaid, hoorde ik gelukkig. Maar ook Fruitcorso maakt goede stappen met een modernisering van de opzet, met het avondprogramma wat nu toegevoegd is. Ja, dat is een hit. Ja, laten we nog even over hebben, dat Corso by Night. Klopt. Hoe vind je dat zelf trouwens? Ja, prachtig. Het is echt iets nieuws wat je toevoegt. Hè? Een soort Disney-parade van fruitwagens. En iedereen die erbij was, de verlichting van de wagens was dit jaar ook weer een stuk beter dan vorig jaar, een stuk voor de eerst. Ja, daar heb je gewoon een heel mooie toevoeging aan, een heel bijzonder, uniek bestaand evenement. Dus je zegt eigenlijk, daar waar het kan, zullen we blijven ondersteunen. Maar het moet wel kunnen, want Tiel heeft geen geld meer. Nou, geen geld, weinig geld. We hebben gelukkig de begroting krijgen we nu wel voor 20 en 21 sluitend. 2020, ja, want als er niks verandert, dan zijn we technisch gewoon failliet. Nou, failliet. We krijgen het moeilijk op langere termijn. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met de uitgaven in het sociaal domein. Nou, er zit ook een heel maatregelijk pakket op om die uitgaven te verminderen, om het meer doelmatig in te gaan richten. En we moeten keuzes maken. Nou ja, dat is ook de reden dat we een rapport hebben uitgebracht nu van Berenschot, Toekomstvisie van Tiel. Om te kijken van, als je dan beperkte middelen hebt, waar zou dan de focus moeten liggen. Die toekomstvisie van Tiel, laten we het daar eens over hebben. Hoe gaat dat eruit zien? Nou ja, wat we vooral hebben gezien is, Beerschot heeft eerst een analyse gemaakt, eigenlijk een soort rapport van bevindingen. Dat was ook de wens van onze raad, dat is een opdracht van de raad opgesteld. Van waar staan we nu als Tiel, wat voor trends en ontwikkelingen komen op ons af. Nou, dan zie je dat Tiel een aantal facetten heel sterk is, dat wisten we ook. Centrale ligging, goede bereikbaarheid, sterke bedrijventerreinen. En heel veel voorzieningen in de stad. Een stad van deze omvang, we hadden het net over de evenementen. Maar ook als je bijvoorbeeld naar culturele voorzieningen kijkt, is natuurlijk top. Hè? Cultuurcentrum Schouwburg. Ja, tussen zeg maar Utrecht, Den Bosch en Nijmegen en Arnhem is alleen maar Tiel. Klopt, en dan heb je een enorm mooie grote Schouwburg, cultuurcentrum, maar ook heel veel sportvoorzieningen bijvoorbeeld. Hè? Nou, we gaan een nieuw zwembad bouwen. Past dat wel bij deze stad eigenlijk? We hebben het en het is er, maar past dat wel? Het past zeker, omdat wij ook een functie hebben als stad voor de regio. Hè? We zijn ook het centrumstad voor de regio. Wat is dat nou, centrumstad? Dat is een mooi woord, hè? Wat betekent dat? Nou ja, dat betekent dat je als stad zeg maar niet alleen maar voorzieningen hebt voor je eigen inwoners, maar ook voorzieningen voor het omliggende gebied, zeg maar even de Betuwe.
Maar eigenlijk geldt het ook voor een deel van land van Maas en Waal. En dan gaat het over voorzieningen als een zwembad, als een schouwburg, de horeca, binnenstad. Maar ook sportvoorzieningen. Sommige sportvoorzieningen zijn natuurlijk heel erg gericht, meer gericht op lokaal, zoals de voetbalverenigingen. Maar een rugbyclub of een hockeyclub of een wielerbaan, ja, daar zijn ook heel veel mensen van buiten maken daar gebruik van. Dat rapport Beerschot, wat zegt er nou? Verder uitbouwen of wat? Het rapport Beerschot zegt eigenlijk van, nou ja, daar zijn jullie sterk in. Maar jullie hebben wel één belangrijk probleem. Er worden al meer problemen aangegeven. Maar het belangrijkste probleem, samengevat is even, zorg naar de toekomst voor dat je ook draagkracht hebt om de voorzieningen overeind te houden. Precies. Dus wij moeten met een relatief kleine gemeente, 42.000 inwoners, dit soort grote voorzieningen overeind houden. Voorzieningen die eigenlijk vergelijkbaar zijn met voorzieningen in Arnhem of Nijmegen of Den Bosch, zoals je zelf al zei. Maar dat zijn natuurlijk wel veel grotere steden. Dus het is van belang om die draagkracht goed te organiseren in de stad. Nou ja, en daar worden een aantal aanbevelingen voor gedaan in Beerschot. Om te zorgen dat je naar de toekomst toe, hier met name jonge draagkrachtige gezinnen, meer aantrekkingskracht krijgt voor die groep in de stad. Draagkracht is een mooi woord, maar het betekent dat gewoon dat ze financieel bijdragen? Of moet dat mensen dan met geld, mensen met centjes, zeg maar, die bij gaan dragen aan de voorzieningen. Door hier een huis te kopen, door hier geld uit te geven. Maar daar hebben we een mooi punt. Woningbouw. Als je de afgelopen 20 jaar van Tiel bekijkt, want in 2000 precies, het jaar dan, is er ook zo'n rapport gemaakt, hè, Tiel in 2020. Mm-hmm. Eigenlijk is er sindsdien nagenoeg niet bijgebouwd. Nou ja, we hebben in de tussentijd natuurlijk de crisis ook gehad. Hè. Mm-hmm. Maar goed, nu naar de toekomst toe liggen, er wordt natuurlijk wel nieuw gebouwd op het vijverterrein, et cetera. Maar naar de toekomst toe liggen daar zeker mogelijkheden natuurlijk in Passewaaij. In de uitbreidingen van 19 en 11. Maar ook binnenstedelijk, bijvoorbeeld als je naar het veilingterrein kijkt. Hele complexe opgave, mm-hmm. veel eigenaren, et cetera. Maar dat zijn natuurlijk wel hele mooie locaties om ook wat mooiere woningen te bouwen. En dus ook met mensen met meer geld aan te trekken. Ja, en vooral ook jonge gezinnen. Daar is ook de branding van de stad, gaan we daar meer op richten. Mooi woord, branding, vertel. Nou, we hebben natuurlijk stadspromotie met Flipje als centrale icoon. Dat blijft ook zo. We gaan ook de slogan niet veranderen. Het blijft gewoon Fruitstad aan de Waal. Maar wat we wel gaan doen is in de branding meer focussen op die doelgroep van de jonge gezinnen. Is het voorstel, we gaan het nog met de raad bespreken. Maar dan kom je met Fruitcorso niet echt goed weg, of wel? Nou, Fruitcorso is bij uitstek volgens mij een evenement waar misschien niet altijd alleen maar jonge bezoekers komen, maar wel ook heel veel jongeren aan meewerken. Ik ben nou weer op heel veel bouwplaatsen. Dat is intern. Nou ja, dat is wel onderdeel van het evenement. Hè? Mm-hmm. Het evenement is niet alleen maar die zaterdag en die zondag. Het evenement is ook het bouwen van die wagens. Als je kijkt naar de wagenbouwerstribunes en je komt op de bouwplaatsen. Ik had nu weer een paar mensen bij me die dan nooit op die bouwplaats geweest waren. Mm-hmm. Die waren echt verrast hoeveel kinderen, jongeren daar aan de slag zijn. Ja, wat dat betreft een mooi evenement. En dat die organisatie ook een goede slag maakt met zo'n Corso by Night. Ja, Corso by Night. Populairder te maken. Ja, Corso by Night biedt denk ik heel veel goede mogelijkheden om ook meer jongeren naar het evenement zelf toe te trekken. En dat hebben ze nu ook gedaan met meer DJ's op het Kalverbos en dat soort zaken. Nou ja, Appelpop spreekt al van zich dat natuurlijk eigenlijk. Het is niet het grootste meerdaagse gratis popfestival. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is ook het grootste gezinspopfestival. Want ik zag daar op zaterdagmiddag zaten gewoon kinderen tussen die twee grote tenten in het zand te spelen. Terwijl een ouders stonden te genieten van de muziek. Nou, welk festival vind je dat? Ja, uniek wat dat betreft. Mooie plannen, maar ja, daar kom ik weer aan. Geld voor nodig. Zeker. Er zijn een aantal wegen die we daarvoor inslaan. Eén is, nou ja, Beerschot staat, jonge gezinnen trekken. Een aantal investeringsroutes die belangrijk zijn. Dat is één, de binnenstad. Eén ding, de eigen inwoners die er al zijn, nooit vergeten. Zeker niet. Die zijn heel belangrijk voor de stad. Nou ja, ik gaf het aan het begin van het interview al aan hoe enorm belangrijk de huidige inwoners van onze stad zijn. Dus die vergeten we zeker niet. Verder met je vrouw. Nou ja, in Beerschot zitten een aantal routes die zij aangeven. Nou, als je keuzes moet maken, investeer daar vooral in. Eén is dat de binnenstad, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Twee is, investeer ook in het, nou ja, het goed doelmatig inrichten van het sociaal domein. Daar zijn we ook mee bezig. Profileer je als stad ook meer als met logistiek en handel. Medon doen we natuurlijk heel goed.
Dat is een punt wat, je noemde het de eigen inwoners, wat we misschien een beetje vergeten zijn in het verleden. Althans wat minder accent hebben gegeven, dat is de kwaliteit van onze woonwijken. We hebben natuurlijk grote, de laatste jaren behoorlijk grote projecten gehad in de stad, zoals bijvoorbeeld Zinder. Hartstikke goed. Maar nu moeten we ook investeren gewoon in de kwaliteit van groen, van wegen, de kwaliteit van wonen. Maar goed, centjes. Ik bedoel, mooi dat het rapport er ligt, mooi dat men dat roept. Ja. Tiel heeft zelf dat geld niet, nee. Provincie wel en het Rijk ook. Hoe komt dat geld dan vanuit de provincie en het Rijk naar Tiel, even plat gezegd? Nou ja, kijk, het mooie is dat, dat de provincie, die heeft ook meegebetaald aan het opstellen van dit rapport. Uh-huh. Wij staan als, als centrumstad samen met Harderwijk, Doetinchem en Zutphen, die een beetje vergelijkbare uitdagingen hebben in het coalitieakkoord van gedeputeerde staten. De provincie wil graag meedenken bij ons over de strategie, hoe je nu verder komt als kleinere centrumstad, middelgrote centrumstad, met al die voorzieningen en evenementen. Dus dat is heel goed, dat is een belangrijke weg. Met dit rapport wat er ligt, hebben we ook meer focus op de keuzes die we maken. Hè. Dus als je weinig geld hebt, is het juist belangrijk om te kiezen. Nou, dus we gaan een investeringsplan maken, waarin we dat helder gaan maken als college. En daarnaast wil ik ook een oproep doen naar het Rijk. Want het Rijk moet veel meer aandacht hebben naast de provincie voor de positie van middelgrote centrumsteden. Want zo'n centrumstad als Tiel is enorm belangrijk voor het voorzieningenniveau en voor de leefbaarheid van deze hele regio. Je hebt al eerder zo'n oproep gedaan, ook op Twitter, hè? Die middelkleine steden. Daar werd meteen op gereageerd door bijvoorbeeld een wethouder uit Buren en ook de burgemeester van Culemborg. Die zei ja, en vergeet de kleine steden ook niet. Nee. Samenwerking, dat is de volgende stap. Ja, je moet nooit iets vergeten. En gelukkig hebben wij in de samenwerking hele goede slagen gemaakt. Hè. Als je kijkt naar Fruitdelta, waar ik zelf voorzitter van ben, Rivierland met 10 en nu 8 gemeenten, naar de fusie van West-Betuwe. Enorme slagen gemaakt. Hè. We zijn de tweede regio in Nederland met een regionaal investeringsfonds naar Brainpoort. Mobiliteitsfonds. Waar kwam dat idee vandaan, van dat investeringsfonds eigenlijk? Nou ja, dat we eigenlijk innovatie willen aanjagen in de regio. En dat werkt? En dat werkt. En daar komen innovatieve projecten uit voort. Maar dat was ook wel eens gemor, hè? Dat is altijd, hè? Dat hoort erbij. Ja, het zijn ook experimenten, dus je gaat kijken hoe iets uitwerkt. We zijn natuurlijk aan het evalueren. Maar er wordt links en rechts in plaats van genoemd van nou, het is een 3 euro per inwoner, geloof ik, wat er aangeleverd wordt. Van nou, moet dat wel zo hoog zijn? Ja, dan gaan we naar kijken, we gaan evalueren. Maar het schudt wel de innovatie los. We hebben een mobiliteitsfonds. Bereikbaarheid A2 A15 is natuurlijk enorm belangrijk in onze regio. En die lobby gaat goed? En die lobby gaat goed. We hebben gezamenlijke acquisitie voor bedrijventerreinen. Nou, hartstikke goed natuurlijk. Maar goed, we zitten met stikstofproblemen. Dus voorlopig gebeurt er niet zoveel? Nou, ik ga ervan uit dat dat een tijdelijk probleem is. Dat dat nu opgelost gaat worden. Mm-hmm. Dus dan kunnen wij weer full speed verder met meedoen. Kun je daar als burgemeester nog iets aan doen? Het is landelijke politiek en landelijke regelgeving. Maar zijn er lijntjes waar je zegt van, hey, hallo? Nou ja, kijk, die lijntjes worden via de provincie natuurlijk ook ingebracht. Alleen dit is inderdaad, zoals je aangeeft, vooral een landelijk probleem wat overal nu opspeelt en getackeld moet worden. Nou, minister van Landbouw heeft daar nu eerste voorstellen ook voor gedaan. Maar in de samenwerking in de regio is het daarnaast heel belangrijk om, en dat zit ook in Berenspot, om ook op het voorzieningenniveau, want dit zijn de grote vraagstukken die ik net aangaf, mobiliteit, innovatie, om met name op het voorzieningenniveau ook, en dat is dan vooral meer de Betuwe, om te kijken van zorg er nou voor dat je die wederzijdse afhankelijkheden meer in beeld brengt. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat je wat meer redeneert vanuit het belang van onze inwoners. Kijk, onze inwoners maakt het niks uit of een voorziening in Tiel staat of in Buren of in West-Betuwe. Wij zijn natuurlijk gewend, en zo werken we ook, in gemeentegrenzen te denken. Hè, met raden en colleges. Nou, dat is ook zo, daar is ook verder niks mis mee. Maar ik zou ook zeggen, kijk ook nog wat meer naar het belang van onze inwoners. Het belang van onze inwoners is dat het voor inwoners van Buren ook belangrijk is dat er een schouwburg in Tiel staat waar ze gebruik van maken. En voor inwoners van Tiel heel belangrijk is dat er een leuk stadje Buren is waar je naartoe kunt fietsen over mooie fietspaden. En dat je kunt recreëren. En zo kun je elkaar versterken, maar dan moet je dat wel in beeld hebben wat die wederzijdse afhankelijkheden zijn. Dus ik zou er heel erg voor pleiten, laten we dat in beeld gaan brengen als vervolg op dit rapport.
met elkaar in de Betuwe. En om ook te kijken hoe we elkaar dan kunnen helpen en versterken daarin. En dan uiteindelijk één grote gemeente Tiel-Betuwe met Hans Beenhakker aan het roer? Ja, nee, dat... Nou, waar ik wel of niet aan het roer sta, doet er nu even niet de zaak. Ik sta aan het roer van de gemeente Tiel. Dat doe ik met heel veel plezier. Mm-hmm. Die discussies over herindeling kan ooit een gevolg zijn van een bepaald traject wat je ingaat. Maar dat is geen doel op zich. Ik zei net, we zijn er voor het belang van onze inwoners. Dus laten we eerst nog maar eens even goed richten op goede samenwerking. Nogmaals, hebben we slagen gemaakt? Verbeterslagen zitten op het voorzieningenniveau. Samenhangende Betuwe, laten we daar eerst eens mee aan de slag gaan. Ja, als ik praat over herindelen, je zegt zelf al, geen doel op zich. Maar zou het goed zijn om een grotere gemeente Tiel te hebben? Of kan die dat eigenlijk wel goed aan zo? Nou, ik denk dat het op het moment juist heel belangrijk is om vanuit de inwoners te kijken, wat ik net zei, naar de afhankelijkheden die er zijn. En naar de samenwerking om het goede te doen voor je inwoners. En dan zijn die gemeentegrenzen allemaal, denk ik, wat minder interessant. Veiligheid, de portefeuille van de burgemeester. Je hebt al een aantal keren een oproep gedaan. Ik kan me nog herinneren toen je net begon. Een van de eerste speerpunten die je had was, er moeten meer wijkagenten komen. Die zijn er ook gekomen, maar vervolgens zijn die weer ander werk gaan doen. Schiet niet op, hè? Nou, gelukkig doen ze ook wel het werk waar ze voor bedoeld zijn, namelijk in de wijken. Nou, veel te weinig. Te weinig. We hebben een uitbreiding gekregen van wijkagenten. Uitbreiding van politie ook, heb ik voor gepleit. Maar de capaciteit die wij in politie hebben, met name in de opsporing, recherche, maar ook in vervolgens bij het OM en de rechterlijke macht, ja, dat is gewoon echt onvoldoende. Maar een van de prioriteiten bij mij in het veiligheidsbeleid, ook in Tiel, is aanpak van ondermijning. Mm-hmm. Daar hebben we ook veel meer slagkracht nodig in de strafrechtketen. Is er al wat gebeurd? Het begint bij politieonderzoeken. Heb je een oproep gedaan, landelijk, een Grapperhaus. Zijn er al stappen genomen? Wordt daar al over gesproken? Nou ja, het kabinet is wel bezig om te kijken hoe ze de strafrechtketen kunnen versterken. Mm-hmm. Dus die zien nu ook wel dat ook in de rechterlijke macht, er zijn natuurlijk ook nu veel discussies over landelijk, om die rechterlijke macht te versterken. En er is natuurlijk wel een capaciteitsuitbreiding gekomen van de politie het afgelopen jaar, mm-hmm, in Oost-Nederland. Ook omdat hier veel problematiek speelt en specifiek in Gelderland-Zuid ook, waar Tiel in ligt. Maar het is nog niet voldoende en nee, we moeten echt aanpakken. Het is toch niet wenselijk dat de burgemeester zeg maar de lokale sheriff is? Nee, zeker niet. Kijk, de burgemeester pak ik mijn verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En ik heb ook bevoegdheden, die pas ik ook toe. Ik sluit ook woningen en instellingen als dat nodig is. Mm-hmm. Maar alleen dan als er ook een goede opvolging of zit vanuit de strafrechtketen. Dus ik moet niet de enige zijn die straffend optreedt. Ik neem bestuurlijke besluiten en dat moet onderdeel zijn van een heel traject. En mijn besluiten moeten vooral aan bijdragen dat de openbare orde wordt gesteld. En niet dat ik een soort strafrechter ga worden. Ja, uiteindelijk is dat landelijk nieuws geworden, hè? Die oproep van jou. Nou, heb je veel bijval gekregen van andere burgemeesters? Ja, ongelooflijk veel eigenlijk. Ik heb ook, behalve dat het inderdaad een aantal landelijke media is geweest, ook op een symposium op de Universiteit van Tilburg hierover gesproken. Daar sprak ook Wim van der Donk, die eigenlijk datzelfde verhaal vertelde als commissaris van Brabant. Van jongens, willen we echt die ondermijning aan kunnen pakken, dan moeten we echt investeren in die strafrechtketen. Dus ik ben blij dat dat verhaal breed is opgepakt. Even terug naar Tiel zelf. Die gemeenteraad functioneert nou niet altijd fantastisch, zwak uitgedrukt. Hoe gaat het nu? Nou ja, ik vind dat de gemeenteraad best goed functioneert. Ja, dat zou ik ook zeggen als voorzitter van die raad. Je zal natuurlijk niet snel zeggen van het lijkt helemaal nergens op. Nou ja, kijk, je moet bij een raad ook kijken naar de beperkingen die een raad heeft, hè. Kijk, we zijn met een nieuwe periode begonnen. De verhoudingen zijn behoorlijk veranderd in de raad, politieke verhoudingen. Het is een nieuw college. Er zitten veel nieuwe mensen in de raad. Ja, je kan het niet verwachten dat van dag één iedereen op dezelfde manier functioneert als mensen die al jaren in de politiek actief waren. Er zijn veel ervaren mensen uitgegaan. Maar ik zie die raad zich echt wel ontwikkelen. En ik vind, wat ik ook heel goed vind, is dat de raad ook gezamenlijk die bezuinigingsopgave heeft opgepakt. Ja, dus dat is daar totaal met de vaksvoorzitters met de provincie gaan praten. Mm-hmm. Met Jan-Marc Inck en gezegd, jongens, we gaan dat gezamenlijk oppakken. Natuurlijk komen daar nu politieke keuzes in bij de begroting, hè, maar dat is logisch. Ja, dat is democratie. Ja, maar het bezuinigingskader wat neergelegd is en de hele voorbereiding daar naartoe, die is door de raad gezamenlijk, door een werkgroep van de raad,
gezamenlijk gedaan. Dat vind ik echt heel goed. Dus wat eigenlijk gezegd wordt, hè, zo in de stad, dat zie je anders. En dat bevestigt het verhaal rondom die bezuinigingen. Rondom die bezuinigingen, maar ook het feit dat de Raad opdracht heeft gegeven om dit rapport vast te stellen, op te stellen, Toekomstvisie van Tiel. Waarin we ons best wel heel kwetsbaar opstellen. Hè? Want we hebben ook interviews in de regio gehouden. Dus mensen we hebben onszelf ook een spiegel voorgehouden als Tiel. Dat vind ik heel goed. De presentatie van Berenschot. Er was best wel wat gemor aan de van tevoren. Van Tiel, centrum, wat is het ook alweer? Artikel 12 gemeente. Hè? Het zit eraan te komen, de provincie gaat ingrijpen. En toen was dat die presentatie bij het RAR. En dat was eigenlijk een goed nieuwsshow. Nou ja, het was een hele positieve bijeenkomst, zodat je merkt, en dat is ook onderdeel van ons rapport en van onze aanpak. We begonnen met de kracht van de inwoners bij Corso Appelpop. Er zit natuurlijk in die stad heel veel kracht bij inwoners en ondernemers om met ons mee te denken en om die stad verder uit te bouwen. En dat zag ik op die avond heel mooi, waar de ondernemers van de binnenstad aan tafel zaten, vanuit het onderwijs, vanuit logistiek op Medel. Ja, die willen echt de schouders eronder zetten. Is dat nou een beetje Tiels eigen om te doen denken en negatief te zijn? Het zit wel een beetje in onze aard, hè? Een beetje Calvinistische aard natuurlijk met elkaar. Ook heel in Tiel, ook in de regio. En zegt eigenlijk, valt er mee? Nou ja, het valt niet. Het is best een uitdaging. We moeten echt keuzes maken en we hebben weinig middelen, zoals je aangaf. Ja. Dus het is echt geen makkelijk traject. En we hebben echt steun nodig van de provincie. Gelukkig hebben we die nu. En steun van het Rijk. Dus dat staat voorop. Maar we kunnen nog veel meer de kracht benutten van, wat ik zei, de ondernemers en de inwoners in de stad. Als we dat doen, dan komen we met elkaar echt een stap verder. En je ziet, ik vond wel één mooie zin in het rapport staan. Er stonden meer mooie zinnen in, maar één zin die me bijgebleven is van hernieuwde trots en aanpakken. Nou, dat vond ik wel tekenend voor Tiel. Hernieuwde trots, hè. Je moet altijd even doorvragen of mensen naar de stad kijken. En in het begin noemen ze dan vaak dingen die niet goed gaan. Mm-hmm. Als je dan doorvraagt, zeggen ze, ja, we zijn eigenlijk wel heel erg trots op de stad. Je merkt dat mensen die van buitenaf, we hebben een paar mensen naar onze marketingstrategie laten kijken nu van buiten. En die viel eigenlijk ook één ding op. Die zei van ja, als je met mensen over Tiel praat, dan hebben ze heel snel het over onze stad. Onze gemeente, hè, want Wannenooi en Capelle en zo horen er ook bij. Maar ze hebben dus echt heel snel gaan ze roepen van ja, maar het is wel onze stad, hè. Er zitten wel een paar dingen zijn hier goed, maar het is wel onze stad. En dat geeft wel de verbondenheid van mensen. Nou, dat is mooi. En je zit nu in je tweede termijn als burgemeester zijnde. Ik kan me zo voorstellen dat je af en toe nog eens een keer over de schutting kijkt van persoonlijke carrière gaat ook door. Of zit je hier goed in Tiel? Ik zit hier eigenlijk heel erg goed. Want, er zijn heel veel uitdagingen, die hebben we net met elkaar zitten bespreken. Er is echt veel te doen de komende tijd ook in Tiel. Niet alleen mijn eigen portefeuille, maar voor het totale college voor de raad. In de regio, waar ik voorzitter van ben. Dus die tweede termijn van die 6 jaar ga je zeker afmaken? Ik verveel me zeker niet. Je weet nooit hoe dingen lopen in het leven. Ja. Maar ik heb het goed naar mijn zin hier. En ik ben vol energie bezig voor onze gemeente. Veiligheid zit in je portefeuille. Arbeidsmigranten, de huisvesting daarvan. Dat is een ander ding waar je mee bezighoudt. Dat is best wel een probleem. Niet alleen in Tiel, maar eigenlijk in heel Nederland in de regio. Je bent ook voorzitter van die regio Rivierenland. Hoe gaat die regio Rivierenland dat aanpakken? Nou ja, allereerst zijn we als Tiel lopen daar best wel in voorop, als ik het zo mag zeggen. We hebben natuurlijk een vraagstuk als het gaat over de arbeidskrachten die gewoon nodig zijn in onze economie. En die we gelukkig ook van elders kunnen halen. Dus die zijn ook hard nodig, hè, als je kijkt naar onze bedrijven en onze tuinbouw in de regio. De bouwsector. Maar die moet inderdaad ook netjes gehuisvest zijn. Nou, wat we vanuit Tiel doen is intensief controles en handhaven op panden. Zodat we weten als er dingen niet goed zijn, dan kunnen ingrijpen. Mm-hmm. We hebben vorig jaar ook landelijk nieuws gehaald met echt een strak beleid voor verkamering en huisvestingsvergunningen. Dus op het moment dat je een pand verbouwt voor kamers, dat je een vergunning nodig hebt. En dat wij ook gaan toetsen aan de leefbaarheid in de buurt. Zodat niet meer mensen aan beide kanten van hun huis naast zich acht arbeidsmigranten hebben wonen.
We zijn met uitzendorganisaties een heel goed overleg. Om te kijken van kunnen we naar een soort gebundelde huisvestingsconcepten. Of beter gezegd, een soort centrale huisvesting voor de arbeidsmigranten op een nette manier georganiseerd. In de volksmond Polo Hotel? Nou, ik vind het een beetje denigrerend klinken. Want het gaat erom dat je echt een fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten maakt. Met goede voorzieningen erbij. Maar ook met de afspraak die we daar willen verbinden. Dat huizen die nu bij uitzendorganisaties in gebruik zijn voor huisvestingsmigranten weer teruggegeven worden eigenlijk aan de markt. Dus dat die weer gebruikt kunnen worden voor de reguliere inwoners van Tiel. Nou, dan hebben we zeg maar een win-win situatie. We creëren een goede huisvestingssituatie voor de huisvestingsmigranten. En we creëren weer meer woningen, realiseren we op de markt, komen weer terug op de markt. Maar veiligheid is wel een issue, hè? Veiligheid doen we dus inderdaad met die controles. We hebben het met de vergunningen die we dus verlenen. Met goede afspraken met de uitzendorganisaties. Die dat echt goed oppakken, de grote uitzendorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld met een nachtregister. Hè. We gaan dus nu een APV opnemen dat een nachtregister verplicht is. En dat is het mooie dat we nu in de regio... Wat is een nachtregister? Dat dus instellingen moeten bijhouden. Dat geldt ook voor hotels, et cetera. Met een register wie bij hun verblijven en hoe lang en waar ze vandaan komen. Okay. En wij gaan het nu afspreken in de regio om dat met elkaar ook te delen, die informatie. Dus alle gemeenten gaan als het goed is een nachtregister invoeren. Gemeenten hebben ook gekeken van goh, hoe heeft Tiel dat aangepakt met die vergunningen. Dat gaan gemeenten nu ook overnemen in de regio. Zijn er mee bezig. We zijn bezig om met elkaar af te stemmen tegen welke problemen loop je nou aan in regionaal verband. Ook als het gaat over het realiseren van die huisvestingsconcepten. Dus dat is gewoon hartstikke goed dat het regionaal nu eerst in Tiel heel goed werd opgepakt, maar nu ook regionaal. Als we dan de volgende stap even maken, ook een van de zaken waar je mee bezig bent, coffeeshopbeleid. Ja. Je bent een warm voorstander van dat de coffeeshops in de binnenstad van Tiel verhuizen naar buiten de binnenstad, dus naar de rand van de stad. Ja. Aangegeven heb je zelf dat die coffeeshops daar wel bereidwillig in zijn. Hoe staat de zaken daarvoor? Nou ja, we wilden meedoen aan het landelijk experiment. Hè, dat is niet gelukt. Voor de gelegaliseerde verkoop. Dat is in zoverre niet gelukt dat wij niet, want we mochten maar 10 gemeenten meedoen. Wij scoorden eigenlijk heel goed op de criteria landelijk en in de gesprekken die we gehad hebben. Met de commissie en met de ministers. Wij worden waarschijnlijk nu wel controlegemeente. Dat betekent eigenlijk dat je een soort referentiegemeente wordt. Word je wel onderdeel van het experiment. Alleen ze gaan dan in de controlegemeente kijken van hey, een aantal gemeenten gaan meedoen. Van Arnhem en Nijmegen. Wat gebeurt er dan aan die gemeenten die niet meedoen? En hoe ontwikkelt zich die coffeeshops? Welke klanten komen daar nou precies? Hoe zit het nu met in de huidige situatie met de toeleveranciers, et cetera? Nou, dat geeft ons denk ik hele nuttige informatie. Dus in die zin is het heel goed dat we ons aangemeld hebben voor het experiment. Omdat we op die manier wel landelijk meedoen. Daarnaast is het belangrijk, ook een politieke wens van onze raad, om te kijken, kunnen we die coffeeshops verplaatsen vanuit de binnenstad naar de rand van de stad? Omdat coffeeshops natuurlijk best veel overlast geven in de stad. En die overlast zit hem natuurlijk vooral in het heen en weer rijden van allerlei auto's. Mensen die heel kort komen en iets ophalen. We hebben een heel goed overleg met de coffeeshop-exploitanten, gelukkig, in Tiel. En zij willen daar ook graag in meedenken en meewerken om dat voor elkaar te krijgen. Zeker met een autoluwe binnenstad. Zit daar voor hun natuurlijk ook meer belang bij. Ja, dat is een issue wat speelt, hè? Autoluwe binnenstad, wordt over gesproken. Maar vraag 1 is volgens mij, willen we dat als Tiel, zo'n autoluwe binnenstad? Nou ja, er is een politieke wens uitgesproken om de binnenstad meer autoluw te maken. De wijze waarop, daar zal nog wel wat discussie over komen. Daar gaan we ook over in gesprek wethouden met de binnenstad. Wat betekent dat, autoluw? Dat we willen minder auto's hebben die de hele tijd in die binnenstad heen en weer aan het rijden zijn. Maar tegelijkertijd hebben we ook de belangen van de ondernemers in de stad. Nou, dat moeten we op een goede manier bij elkaar brengen. Voor die coffeeshops is het natuurlijk zo, die hebben heel veel publiek wat met de auto komt. Want ook die coffeeshops hebben een regiofunctie. Die coffeeshops zijn er zelf ook wel bij gebaat, zien ze zelf ook wel, dat ze ook makkelijker bereikbaar zijn met een auto. Zij willen graag meewerken aan andere locaties.
Dat is natuurlijk wel een klus om die te vinden. Dus daar zetten wij nu een project op, projectleider, om daar snel mee aan de slag te gaan. We hebben het natuurlijk niet 1, 2, 3 gerealiseerd. Wanneer denk je dat daar iets duidelijk in wordt? Geen idee, we gaan er nu zo snel mogelijk mee aan de slag. Projectplan maken, samen met coffeeshophouders en op zoek naar locaties en kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Coffeeshops willen daar zelf ook in investeren overigens. Ja, nu ik je toch hier aan tafel heb zitten, concreet iets, lachgas, een landelijk probleem. Dat kan geregeld worden in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Staat in de nieuwe APV. In Tiel is er nog niks geregeld. Dat gaat nu gebeuren. Dus we hebben de APV, die komt binnenkort in de Raad in oktober. En dan gaan we het verhaal wat ik net al zei van het nachtregister bijvoorbeeld regelen. Maar ook het lachgas. En dan kan het college gebieden aanwijzen. En het college gaat in ieder geval het centrum aanwijzen nu. Als gebied waar een lachgasverbod geldt. Daar is landelijk nog wel discussie over gaan. Want lachgas is natuurlijk is niet een verboden product. Mm-hmm. Met het kader van de openbare orde gaan we dat gebied aanwijzen. Het is overigens ook niet zo dat we niks doen. Want bijvoorbeeld bij Appelpop hebben we al behoorlijke controles gehouden op lachgas. En was ook lachgas binnen het evenemententerrein verboden. Betekent dat je het niet mag verhandelen en niet mag gebruiken? Klopt, dat je dus niet het mag verhandelen op straat en gebruiken en overlast mag veroorzaken. Nou, dat is dan op zich hartstikke goed nieuws. Yes. Nou, we zijn weer aardig bijgepraat over het een en ander als het gaat om Tiel en de regio. Hernieuwde trots en aanpakken. Dat was het verhaal van Berenschot. Ja, zeker. En wat ik altijd zeg, Tiel en Flipje en de Betuwe zijn ijzersterke merken. En met de kracht van onze inwoners gaan we er nog een mooiere gemeente van maken. Nou, blijft een dynamisch gebeuren. Never a dull moment in de politiek, ook niet in Tiel. Klopt. Mag ik je over een maand of 3, 4 nog eens een keer uitnodigen om toe te lichten hoe het er dan voor staat hier in de stad? Zeker, doe ik altijd graag. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.